Allah subhanahu wa ta'ala zegt in hoofdstuk 8 vers 24 van de edele Koran het volgende. Jullie die geloven, geef gehoor aan Allah en de gezant wanneer hij jullie oproept tot wat jullie leven geeft. Tot wat jullie leven geeft. Een mens is op zoek naar iets om zijn of haar hart te vullen. Waarmee moeten wij ons hart vullen? Met liefde voor de Ahlul Bayt alayhum assalam. Onze imam Sadiq alayhi salam, onze zesde imam, hij zegt het volgende over deze vers. Dit is neergezonden over het leiderschap van Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Imam Ali alayhi salam houdt de islam tot leven. Imam Ali alayhi salam houdt het hart van een gelovige tot leven. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook, het herdenken van Ali is aanbidding. Het kijken naar het gezicht van Ali is aanbidding. Hier hebben wij meerdere overleveringen van. Van zowel de profeet als van onze imams, alayhum salam. De profeet verwijst naar imam Ali, alayhi salam. Want de imam, alayhi salam, hij is degene die de islam in leven houdt. Willen wij een levendige islam, dan moeten wij de Ahlul Bayt, alayhum salam, volgen. حبك يا علي علاك رب العرش علاك غصبا على أعدائك